Ja, vrienden, zit ik me toch vlak voor de kerst toch weer een beetje te ergeren. Ja, het is me weer gelukt hoor. Ja, maar goed. Dan krijgt al die terugblikken krijg je nou op tv. En dan komen ze ook met de terugblik op de politiek. Maar als je nou terugdenkt aan de politiek het afgelopen jaar, dan word je toch gillend gek. Als je daar aan terugdenkt, dan denk je toch bij jezelf naar. Een grotere klerenzooi, puinhoop en chaos kun je er toch niet van maken, daar in Den Haag. Maar kennelijk is dat niet doorgedrongen tot de mensen van bijvoorbeeld Op 1. Want als je die nou hoort over de politiek van het afgelopen jaar, dan denk je, nou, dat is allemaal geweldig gegaan daar. Dat was allemaal okidoki en tip-top in orde. Ja, maar die Thomas van Groningen, ik weet niet in welke wereld hij leeft, maar die hoor je nergens over. Ja, af en toe is een kleine kritische opmerking, zo ben het op een rustig aan, niet te wild. En dan, en dat is het dan. Oh ja, er zijn wel wat foutjes gemaakt. Hij somt er niet eens op. Nee, hij heeft het niet over het asielbeleid, wat een totale flop werd natuurlijk. En het energiebeleid, één grote giller. En zo kan ik een overlaat op de woningbouw. Oh, hopeloos. Ja, wat dacht je van de stikstofbeleid? Dat ging lekker met die boeren. En zo gaat het maar door, hè. Zo gaat het maar door. En niemand heeft het daarover. Iedereen heeft zoiets van, zo. Ja, nee, want de politiek heeft er ook nog voor gezorgd, hebben ze ook voor elkaar gekregen, dat ze helemaal op de tocht kwamen te staan en dat het vertrouwen, wat ze eigenlijk al een beetje aan het verliezen waren, helemaal kwijt zijn. Geen Nederlander vertrouwt de politiek nog. Nee. En ik begrijp ook wel dat er geld moet, bijvoorbeeld voor klimaat, dat je daar een beetje in moet investeren. En ik begrijp ook wel dat er geld moet naar de oorlog in Oekraïne. Dat snap ik allemaal wel. Maar dat neemt niet weg. Je moet toch ook ervoor zorgen dat de mensen niet in de kou zitten, om mee te beginnen. En dat er geen files ontstaan voor de voedselbank. Ja. Want hoe treurig is dat dan? Dat je je kerstdiner bij de voedselbank moet halen, beste vrienden. Daar is Nederland nu aan toe. En daar hoor ik dan de jongens van Op 1 niet over. En Thomas van Groningen, maar ook al die presentatoren. Die ook allemaal met hun D66 gezichtje mee zitten te wabbelen. En o zo bang zijn, want daar komt het op aan, hè vrienden. Ze promoten allemaal het kabinet en ze zijn allemaal zo voorzichtig. En dat komt omdat ze zo bang zijn. Ze zijn bang dat ze niet meer te woord worden gestaan. Dat er geen gasten meer komen in de studio. En die van Groningen is oh zo bang dat er niemand meer voor zijn cameraatje komt te staan. En oh, en dan wouwen we maar mee en slijmen we maar mee. En dat is er aan de hand, vrienden. Ja, en daar erger ik me aan.